We zijn hier in Limburg, waar we boer Martijn gaan interviewen. Hij heeft meegedaan aan Boer zoekt vrouw. En de vrouw die hij had gekozen, daarmee is hij nu getrouwd. Dus hij heeft een hele goede keuze gemaakt. We gaan hem nu interviewen. Komen jullie mee? Ik ben Martijn. Ik ben Maarten. Hoi. Julianne. Martijn, hoi. Je hebt honderden brieven gelezen en hoe heb je de keuze uit die brieven gemaakt? Kan ik wel eerlijk zeggen, je gaat eerst op de foto af en dan kijk je, tenminste dat heb ik gedaan, dat geldt misschien niet voor iedereen. Kijk maar later als je echt veel geselecteerd hebt en je zegt van ja, dat lijkt me goed, daar heb je een goede indruk bij, een goed gevoel bij zeg maar. Ja, dan ga je meer de brief lezen, tenminste dat heb ik gedaan en dan, ja, dan krijg je er gevoel bij en dan heb ik daarop geselecteerd. Vond je het moeilijk om te kiezen tussen de laatste twee dames die je over had, zeg maar? Tussen de laatste twee dames wel, ja. Dat is denk ik voor de meeste ook wel duidelijk geweest. De rest had ik meteen wel een goed gevoel bij, stond ik ook achter. En met de laatste sta ik natuurlijk ook achter, maar daar heb ik wel, dat vond ik wel moeilijk uiteindelijk, ja. Dus je voelde wel meteen aan welke er afvielen en welke niet? Naarmate het programma vorderde, had ik bij iedereen wel een gevoel van, dat gaat hem wel worden of dat gaat haar niet worden. Heb je alle brieven echt helemaal gelezen of heb je bij sommige dacht je van, ja die vind ik wel goed na de eerste paar regels? 170 brieven, die heb ik echt niet allemaal gelezen. Maar de laatste, ja wat zal ik zeggen, 25 of in ieder geval de laatste 10 die overbleven, die heb ik natuurlijk wel allemaal gelezen van A tot Z. Vond je het moeilijk om uit die honderden brieven die 10 uit te kiezen? Vooral in het begin denk je van die zeker niet, maar naarmate je verder komt in de brieven, dat er minder overblijven, wordt het steeds moeilijker, ja. Ja, daar heb ik wel ondervonden, ja. Let je bij de brieven ook een beetje op de schrijfstijl? Is niet bepalend geweest voor mij. Ik vind het juist wel mooi als er een keer een annotatie tussen zit. Let je ook op de houding? Nee, ja, dat zijn ook leuke vragen trouwens, op de houding. Nee, ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, niet speciaal op de houding, nee. Heb je zelf een bepaalde boeksmaak? Nou, ik moet eerlijk zeggen, boeken die heb ik, sinds dat ik De Kameleon heb gelezen, heb ik er weinig meer gelezen. Wat ik vooral lees is lectuur van, in de agrarische wereld, zeg maar. Heb je nog tips voor de kinderen die het beste boek van het jaar uitkiezen? Ik denk dat het belangrijk is, net als wat ik ook heb gedaan, vooral het gevoel volgen. En weten wat je zelf wilt, dat je er echt achter staat, zeg maar. Wat je zelf leuk vindt, daar moet je voor gaan. De conclusie was dat je vooral moet afgaan op je gevoel en dat je goed moet weten wat je wil. Het was heel leuk bij Broer Martijn en we hopen dat jullie genoeg tips hebben gekregen om het beste boek te ontmaskeren. Jullie moeten natuurlijk stemmen op www.kinderjury.nl. Doei! Dag!